ik kan daar ook gewoon niet naar kijken. Oh. Ja, dat. Ik ben even een emotionele deze week of zo, denk ik. Staat hij hier in zijn boxershort te stofzuigen? Chef stofzuigen. Lieve Kimberly, we kennen elkaar inmiddels al 7 jaar. Je weet hoeveel ik van je hou. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Kijk naar de nieuwe weekklok. Welkom in mijn chaotische leven op dit moment weer. Het is aan het werk deze ochtend. Het is nu bijna 12 uur en ik ga vanmiddag werken. Ik ben nu alvast eten aan het maken voor vanavond, zodat we een beetje goed voorbereid zijn. Laatste restjes, boodschappen komen weer zaterdag. Dus ik ben de laatste restjes aan het opmaken. Ik zal meteen even laten zien wat ik maak. Meisjes eten trouwens voortaan lekker ook papjes. Havermout en banaan en amandelmelk zit hierin. Dus, en dat vinden ze heel lekker eigenlijk. Een keer ter afwisseling. Het is gewoon niet normaal. Kom je thuis van je werk? Kijk eventjes hier. Kan je dat zien? Stel je voor je bent een postbode. Je komt hier aan de deur. Oh, Ramos loopt ook in zijn blootje. Halleluja, wat is dit joh. Blijkt wel een soort van nudistenhuis. Staat hij hier in zijn boxje voor de stofzuiger? Chef stofzuiger. Wat zei je? Misschien kan je het nog even herhalen. Ik zei net dat ik... We hadden gisteravond een gesprek. Ja? Over mijn baard. Ja. Ik ben natuurlijk kei trots op mijn baard. En ik ben echt super bruin, zie je. Ja, jij bent heel trots op je baard. Vet lang voor gespaard. En dan is hij eindelijk zo lang en dan wil ze dat ik hem mag afhalen omdat ze het niet... Wat vond je ervan? Heb je het gewoon niet mooi. Nee, nou dat dus. Zo zei ik net in mijn... Zei ik dus net dat ik hem er dit weekend, of wanneer ik tijd heb afgehaald. Alleen, dat is best lastig als je wel een baard wil behouden. Hij gaat hem dit weekend afhalen, doei. Ja hoor. En we eten dus vanavond de curry die ik dus straks had gemaakt. Kom maar. Meisjes eten gewoon hetzelfde als wij. Okay. En we hebben nog kikkererwten, die zitten hieronder. En de meisjes eten dan zonder zeg maar de kruiden die we er nog overheen doen nu. Zoals koriander. Ik word hier dus zo moe van. Heb ik ze eindelijk allemaal op bed? Zijn ze weer boven aan het keten, echt. Het is heel grappig en heel leuk, maar niet als het voor de derde keer. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik ben al lekker aangekleed. Het is 7:30, ik ga zo naar het werk toe. Ramos die staat achter mij in mijn pyjama. Die wil graag rozijntjes hebben bij de koffie met Ed boven. Dus ik ga nu ontbijt maken. En dan ga ik even koffie zetten voor Ed. Rozijntje pakken voor Ramos. En dan ga ik vandaag even lekker een half dagje werken. Oké, het is waarschijnlijk echt een heel gek beeld. Zit ik hier in mijn eentje. Maar ja, ik ben dus in mijn eentje, dus ik dacht ik ga gewoon gezellig tegen jullie praten. Of tenminste gezellig. Ik was net een mail aan het typen naar iemand over zwangerschapsverlof en het feit dat de baby straks geboren gaat worden. Het is nu een jaar geleden dat, tenminste bijna een jaar geleden, op een paar dagen na, dat het bij mij helemaal misging tijdens mijn zwangerschap bij 29 weken. Ik merk in ieder geval gewoon dat het... omdat het bijna een jaar geleden is precies, dat dan toch wel weer heel veel herinneringen terugkomen. En dat is heel mooi. En dan ben ik heel dankbaar dat het zo goed is gegaan allemaal uiteindelijk. Maar dan proef je en voel je en ruik je een soort van weer een beetje hoe het allemaal was. En dat is ook goed. Iedereen die ik heb gesproken, die ook een best wel heftige vroege geboorte heeft meegemaakt, heeft dat ook verteld tegen mij. Je gaat daar ooit weer echt die gevoelens bij krijgen als je echt een jaar later weer bent. En dat merk ik inderdaad. Dus ik dacht, ja, ik deel dat toch even. Gisteren heb ik trouwens wel even heel anders. heb ik cadeautjes gekocht voor ze.
Die heb ik op internet besteld. Hele leuke poppenwagentjes. Die gaan jullie volgende week wel zien als ze jarig zijn. Heel schattig. En dan maakt me dat zo blij. En dan denk ik, ja, ze ontwikkelen zich zo mooi. En ja, dat. Ik ben even een emotionele deze week of zo, denk ik. Ik ben inmiddels weer thuis. En ja, we gaan lekker eten. Ed heeft eten gemaakt. Ik heb voor de meisjes weer havermout. En dan krijgen ze nog een beetje brood erbij. En Ed die heeft restjes opgemaakt. En wat zit er allemaal in? Bloemkool. Bloemkool rijstvrij grof gehakt. Met gehakt. Ja. Uitje, knoflook, dopetjes, worteltje, kruiden, chili. Klein beetje sojasaus en dat zit. Kijk. En jij hebt ook honger, hè? Ja. Yes, Nuzie. En deze meid heeft zo'n honger dat ze dat ze gewoon in de stoel gaat staan en echt alles probeert naar binnen te proppen gewoon. Ze hebben dus allebei een muts op en dat vinden ze heel grappig bij elkaar. Oh. Oh. Meisjes liggen op bed. Ramos die gaat me zo meteen echt een heks van een moeder vinden. Maar we gaan de kast opruimen en ik ga alles wat open is en wat snoep of et cetera of dat soort dingen bevat, ga ik in een mandje doen. Deze en die ga ik even wat hoger wegzetten. Ja. Nee, niet het los erin, schat. En dit is het eindresultaatbakje. In het roze zakje zitten allemaal nog paaseitjes en zo. En dit is de rest wat we hebben gekregen en open is. En deze vind ik altijd lekker, die volkorenkoekjes. Die zijn ook open. Dus die gaan wat hoger op de plank. In de hoop dat hij er dan beter af kan blijven. Mocht je je trouwens afvragen wat voor ontzettend interessante dingen ik doe als Bob en Charlie slapen op dit moment. Dat is dus verven buiten in de tuin. En we hebben allerlei plankjes en die zijn we aan het verven. Dus, tot zover mijn spannende update. Inmiddels alweer avond. We hebben gegeten en ik ben nu met Ramos buiten de berenspeurtocht aan het doen. Niet zo officieel met een papiertje en zo, maar we zijn wel lekker buiten aan het wandelen met z'n tweeën. Of tenminste, Ramos die zit in een kinderwagen. En we zijn dus op zoek naar beren en we hebben er al heel veel gespot. Dus we hebben nu het plan om ook thuis straks een beer voor het raam te zetten, want het is echt heel super leuk. Dus dat zijn we aan het doen en lekker aan het wandelen. Het is nog heel lekker weer. Dus dat is even fijn. Ik ga dan rond een uurtje of kwart voor zes uur. En dan is er bijna niemand op straat. Dus dan heb je niet zo'n zeg maar, soort van Russisch roulette gevoel dat je iedereen moet ontwijken. Want er is er bijna niemand. Dat vind ik echt ideaal, want ik voel me toch een beetje ongemakkelijk om de hele tijd afwijkend naar iedereen te doen. Maar ja, het moet eenmaal. Maar ja, goed, dus we gaan lekker stappen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En wij gaan gezellig Charlie de haartjes doen. Hé meid, voor de eerste keer, want Charlie krijgt steeds langere haartjes, kijk. Dus ik dacht, ik ga ze gezellig een keer kammen. En dan gaan we een beetje haarlotion in doen. Deze heb ik gekregen bij een kraampakket van de verzekering. Deze is het. Zo, gaan we zitten. Hier doe jij deze vasthouden. Ga maar vast. Dus niet in de mond, eigenlijk, hè. Kijk, we hebben zo'n heel schattig kitje. Kijk. Daar zitten dus allerlei dingetjes in, waaronder een haarborstel. Kijk, dan gaan we even je haren kammen. Zo. Kijk nou, leuk. Zo. Beetje van dit erin, Bobbetje. Gaat het met jou goed? Zo. Klein beetje. Oeh, dat ruikt lekker. Wauw, wat een knap meisje zo. Hier een beetje zo naar de zijkant. En? Goed gekeurd? Volgende dame. Zo, kan jij even nog spelen? Kom maar. Volgende dame. Zo, kijk. Aan jouw haartjes kammen. Hier. Meisjes liggen op bed. We hebben net lekker de boodschappen binnengekregen. En het is nu 11 uur. En ik ga beginnen met mijn kledingkast. Echt een klusje die ik al heel lang aan het uitstellen ben. Want het is weer een enorme zooi geworden in die kast. Alles ligt erin gepropt. En hieronder ligt alles vol.
hier, mijn stuk ligt vol met kleren. Dus ik heb mijn doos weer gepakt met zomerspullen. En ik ga mijn kast weer zomerproef klaarmaken. Kijk, ook die schoenen allemaal erin gepropt. De doos heb ik vast leeggehaald samen met Ramos en Bobby en Charlie. Dus het ligt hier nu allemaal op bed. Maar de bedoeling is dus dat ik alles uit ga zoeken. Grote truien hierin doe. Ik heb weer een plastic zak waar ik kleren in ga doen die ik niet meer draag. Die kunnen dan naar nou ja, zo'n kledingcontainer. En dat mijn kast weer lekker een beetje zomerproef is. Zodat ik ook weer zie wat ik allemaal heb. Ik heb er ook wel zin in, want ik merk de laatste tijd best wel dat ik echt nergens aan toe kom. Gewoon de normale dingen zoals werk en huishouden, ja, dat houdt me echt al bezig genoeg. En dan extraatjes zoals dit, dat lukt me gewoon elke keer niet. Maar nu heb ik voor mezelf gewoon besloten dat ik het gewoon ga doen en dan maar andere dingen niet. Dus, want dit moet gewoon echt even gebeuren. Kijk, deze trouwens zijn heel leuk, waar Bobby en Charlie net mee aan het spelen. Goed, dus ik ga lekker beginnen. Oh, eerst maar even een zak met spullen. Toch niet gaan gebruiken. Ook dit ook, weet je wel. Dit is zo leuk. Echt nooit aan. Dit heb ik al jaren. Elk jaar stop ik het weer terug in de kast. En ik doe het nooit aan. Echt heel stom. Maar ze zijn heel leuk. Dus ik bewaar ze toch nog maar een keer. Deze schoenen doe ik ook nooit aan. Maar ja, om hem weg te gooien. Net als deze. Oh ja, deze zijn wel leuk. Deze. Leuk, leuk. Die heb ik wel af en toe aan. Tussentijdse update. Ik ben heel lekker op weg. Hier al een hele doos met winterkleding. Dit kan allemaal weg wat daar staat. En nu ga ik met mijn schoenen aan de gang. En echt, ik heb echt, nou, laten we zeggen, 80% hier nooit van aan. Dus ik moet echt even heel kritisch gaan kijken. Dit is het eindresultaat. Kijk, super netjes. Ik ga het even goed laten zien, wacht. Oké. Hier heb ik het hanggedeelte. Zoals je ziet heb ik echt lekker opgeruimd. En zijn echt alleen de dingen waarvan ik weet van die draag ik nog. Dat heb ik bewaard. En hieronder zitten overal nog shirtjes, et cetera. Bovenin is ook bijna leeg. Er liggen nog wat sportkleren en wat t-shirtjes van New Fit Mama. En hieronder heb ik dan nog een paar truien die ik ook nog in de winter aan kan. Een paar tassen. En dit zijn nog wat sportshirtjes. Dit heb ik nog niet opgeruimd, dus dat moet ik nog doen. Maar deze is ook opgeruimd en nu staan er echt alleen schoenen in die ik ook echt draag. Dus, behalve die achterste, die Nike's, die wil ik even weer wat vaker aandoen. Dus die heb ik erbij gezet. Dan hebben we hier nog de broeken. Lange broek. En hierachter heb ik nog een paar met korte broekjes. En dan heb ik hier de t-shirts. En that's it. Hier heb ik dan een ton. Deze gaat weer, of een bak, deze gaat weer naar zolder. Alleen de deksel past denk ik niet meer. Dit is gewoon voor volgend jaar. Oh ja, en deze die heb ik toch maar even bewaard voor het geval. Oeps, dat ik die toch nog een keer aan wil. Nou, deze pelt echt uit. Dit gaat allemaal weg. Allemaal weg. Allemaal oud. Ik heb de laatste jaren echt veel minder gekocht. Ik ben sowieso niet echt zo'n heel erg kooptype qua kleding. Maar de laatste jaren heb ik echt minder gekocht. Dus ook met zwangerschappen en zo. Vorig jaar zomer en... In ieder geval best wel veel dingen die dus weg kunnen. Inmiddels is iedereen weer thuis en ben ik gezellig lunch aan het maken. Grote huishouden betekent veel lunch. Salade voor Ed en mij. Hier een bordje voor Ramos. Bordje voor Bobby en Charlie. Tenminste, één voor Bobby en één voor Charlie. Dit is voor mij en dan ga ik nog even een boterhammetje opleggen. Ed die heeft hier een hele creatie met... Wat heb je allemaal, Ed? Oh, je bent een shake aan het maken. Hij maakt een... Koffie, cacao, banana, shake. Cacao shake. Kijk. En dan nog wat boterhammen erbij, denk ik. Ah, je staat op mijn tenen. Je staat in de weg. Nee, ja, jij staat op mijn tenen. Ja, dat komt omdat je in de weg staat. Nee, dat is niet waar, want ik stond hier al. Ja, ja. Maar goed, in ieder geval. Dit is dus de salade. Sorry dat ik op je tenen stond. Anders kom ik erover ja, als dat je een lul, weet je wel. Ja, dat ben je ook. Zo'n botte lul die op je tenen gaat en dan niet zegt sorry. Precies. Nou, inderdaad. Oké. Okay. We gaan een meisje halen en dan gaan we eten. Sta je weer in de weg? Nee, jij staat toch op... Kimberly, als jij uiteindelijk voor hetgeen waar ik mee bezig ben moet gaan staan, dan sta je in de weg. Wie staat er hier de lunch te maken? Wie komt er als met zijn eieren naar Pasen met dit ding? Jij. Dus wie staat er dan in de weg? Heel jij goed dus. Bedacht, eieren naar Pasen. Jeetje, ja. Kimberly. We zijn domino aan het doen. Nee, dat is memory. Oh nee, memory. Zeg dan genoeg. Nu gaan we meteen domino doen. Oh, nu gaan we domino doen. We hebben eerst domino gedaan, toen hebben we memory gedaan en nu gaan we weer terug naar domino. Wie heeft er gewonnen? We hadden gelijk spel, hè? Nee. Ja, echt wel.
Dus, maar deze hebben jullie al vaker gezien, kinderdomino. Deze is wel leuk. Ja, ja, ja. Ik heb ook een andere vorm van domino. Dan moet je eigenlijk alles. Oh, dat is best moeilijk. Ja, kijk, dan moet je zo. Ik heb niet zo een beetje. Kijk. Nou, doe maar dan. Doe je mee? Nee, dat is niet goed. Hoezo niet? Eén keer drie en twee keer drie. Tunt. Kijk, zei je dat? Doe maar bij mama. Nu heb ik het twee keer drie. En je bent jezelf. Marteneel, dit probeer de kind iets te leren en je zult er doorheen te praten. Hier zie je, nou gaat het mis. Oké, okay, nog een keer. Drie. Nou, wat kun je aanleggen? Zit ook helemaal? Nee, zet deze. De sequel. Hallo, hallo, hallo. Jullie netjes. Wij hadden een cadeautje gekocht voor Ramos die hij zou krijgen als Bobby en Charlie jarig zijn. Volgende week. Volgende week. Maar het grote kind in huis kan niet wachten om het te geven. En het zijn dinosaurussen. Wel heel leuk trouwens. Het zit in een doos. Kun je deze doos bewaren? Die kun je ook onder de douche, denk ik. Bij bol.com trouwens, mocht je het weten. Willen weten. Hallo. Hallo. Kiekboe. Hallo. Zal papa bij jullie gezellig de was komen ophangen? Super gezellig. Het is gelukkig niet zoveel. Wil je even kijken wat papa aan het doen is? Wil je even kijken? Kijk. Handdoekjes? Washandjes? Het is gezellig. Kom jullie papa helpen. Echt zo fijn dat jullie zo goed meehelpen. Ja. Het is echt zo grappig om te zien. Ook al lijken jullie heel veel op elkaar. Jullie zijn zo verschillend. Ja. Het is wel leuk. Charlie die is echt super aan het ontdekken. En Bobby ligt het liefste, komt het liefste. Oh. Wat goed, kan jij hier ook al bij staan? Doe maar niet in de gezand zitten. Jij bent aan het ontdekken. Charlie is echt zo'n boef die alles doet. Oh, oh, oh. Alles zand eruit. Oh jee. Ik neem af en toe gewoon die camera mee van Kimberly. En dat doe ik wat beelden schieten. Om ook een klein beetje een sfeer impressie te laten zien van wat ik zoal doe. Zoals de was op dit moment. En ik ga nu een grapje met Kimberly uithalen, want zij ziet eigenlijk deze beelden, die sorteert zij altijd en dan ziet ze ze eigenlijk pas. Dus het is niet zo dat zij op dat moment die beelden nog, terwijl ik ze schiet, daarna ga checken of zo. Zij weet soms niet eens dat ik het heb opgenomen, dus dan ziet ze in één keer die beelden. Dus ik ga zo meteen een soort van liefdesverklaring doen en gelijk een leuke boodschap aan haar geven. Lieve Kimberly, we kennen elkaar inmiddels al 7 jaar. Je weet hoeveel ik van je hou. Hoe fijn ik het vind om wekelijks de was op te hangen en op te vouwen. Maar ik heb een boodschap voor je. Zou je alsjeblieft je spullen die je laat rondslingeren hier in huis wat vaker willen opruimen? I wanna be happy, happy. Nou, het moment is daar. Ik ben er helemaal een beetje zenuwachtig van. Wat is het? Ja, gewoon. Ik heb dus vorige week twee fotoboeken besteld bij Albelli. En die zijn dus binnengekomen. En daarvan is er één voor mijn moeder. Die ga ik straks als moederdag cadeautje bij haar langsbrengen. Echt heel leuk, dat gaan jullie dus zo meteen zien. En die andere die is dus voor ons. En die gaan we zo meteen samen bekijken, Ed en ik. Ja, we hebben niet zo heel vaak de foto's teruggekeken van het begin. Toen alles zeg maar gebeurde met Bobby en Charlie. Het zijn dus fotoboeken trouwens van het eerste jaar van Bobby en Charlie. Volgens mij had ik dat nog helemaal niet gezegd. En die gaan we dus zo meteen samen kijken. Dus dat is best wel gek of zo. Ook omdat het nu een jaar geleden is dat het allemaal begon.
Wat ik dus al in het begin van de vlog zei. En ja, gewoon, dat gaan we dus zo meteen kijken. Maar jullie gaan eerst even zien hoe ik deze fotoboeken heb gemaakt vorige week. Het is een super fijn programma. Ik heb het al wel eens eerder gebruikt van Adelly. Dus ik ga jullie nu laten zien hoe ik deze themaboeken heb gemaakt. Oh, zo leuk. Ik heb er helemaal zin in. En ik kan eigenlijk vooral niet wachten op het eindresultaat. Want ik vind het altijd heel mooi om dit soort herinneringen te hebben. Ik kijk ook regelmatig trouwens in de boeken die ik voor Ramos heb. En die ik over Poppy en Charlie heb gemaakt. Oké, ik ga nu dus beginnen met een fotoboek maken op Adelly. En dit keer ga ik voor een themaboek. Dat doe je hier, fotoboek maken. Dan ga je naar themaboeken. En dan kun je dus, en dat is heel fijn, een themaboek kiezen die past bij het fotoalbum dat je graag wil maken. Dus bijvoorbeeld een trouwalbum, een reisboek, een jaarboek. Nou, ze hebben echt, zoals je ziet, heel veel opties. Kookboek is eigenlijk ook wel heel leuk. En ik ga dus dit keer voor het babyboek. Hier hebben ze ook meerdere van, maar ik ga nu voor het klassieke babyboek. Nou, dan heb je dus al een invulling van de pagina's. Ik ga voor een L-formaat, daar staat hij al standaard op, zie ik. Begin nu. En dan kies ik voor een fotokaft, staat hij al op. En voor platliggend premium papier. En dan zeg ik aan de slag. En dan heeft hij dus al de indeling gemaakt in het album. En dat vind ik heel fijn, want dan hoef je dus alleen maar de foto's hier naartoe te slepen. Ga ik de foto's uploaden. Ik had zelf al wel een mapje gemaakt. En in dit mapje heb ik dus alle foto's van het eerste jaar van Poppy en Charlie. Dus die ga ik gewoon openen. Kan ik ze zo meteen in gaan voegen in mijn album. En dat ga ik dan gewoon lekker op mijn gemakje doen. Ga ik leuke teksten bijschrijven. En ik ga het natuurlijk ook op volgorde doen. Nou, dan pak ik gewoon de eerste foto die ik graag op de kaft wil hebben. Kun je nog een beetje naar links en naar rechts slepen. En je kan hem ook groter maken. En je kan hem ook kleiner maken, zodat hij er mooi in past. En dat kun je dus gewoon met alle foto's zo doen. Nou, ik heb dus inmiddels al een heel groot gedeelte van het boek gemaakt. Dit is de kaft. En ik heb dus ook best wel veel, op best wel veel bladzijden heb ik tekst bijgeschreven. Het eerste jaar van Poppy en Charlie bijvoorbeeld. Hier ook. Oh ja, ik moet dus bijna huilen elke keer als ik dit soort dingen zie of erover nadenk. Maar goed, twee baby's tegelijk in mijn buik. Wat is dit bijzonder? Mijn meisjes, kleine wondertjes heb ik erbij geschreven. Nou, het is best wel een emotioneel boek voor mij, waar heel veel lading in zit. Hier zie je dus bijvoorbeeld dat ik ben opgenomen in het ziekenhuis en dat de meisjes uiteindelijk geboren zijn. Nou ja, dit zal ik nog wel even laten zien in het echt, maar het zijn best wel hele heftige foto's. Je ziet dus in ieder geval dat ik hier allemaal mooie teksten bij heb geschreven en ja, ik ben helemaal blij. Ik ben echt heel benieuwd hoe het er straks uit gaat zien. Ik heb best wel een dik boek gemaakt. Even kijken hoeveel pagina's het bevat. Echt heel veel. 68 pagina's. Ik heb dus gewoon extra pagina's toegevoegd. Dat kan hierbovenin heel makkelijk. En dan kun je gewoon steeds per pagina kun je dan bijvoegen. En ik dacht, ik neem het ervan. Want het is gewoon echt een hele eerste jaar. Dus ik wil gewoon alles erin hebben. Dus dat heb ik hier ook gedaan. Kijk nou, leuk, kleine Charlie. 68 pagina's en die heb ik dus gewoon lekker hier toegevoegd. Dus dan kan ik gaan bestellen. Nou, we gaan er in ieder geval wel even een gezellig momentje van maken met de koffie en zo. Oh, ja, thanks. Ik zit wel even hier. Nou, dit is het boek. Het eerste jaar van Poppy en Charlie. Oeh. Voorkant. Ja, het is helemaal. Ja, dit was hier alles al kleren aan, hè? Dus dit was natuurlijk helemaal niet hoe ze geboren zijn. Maar ze zijn heel klein. Ja, hè? Dit is mijn laatste buikfoto, een van de laatste. Hier had ik weeënremmers, et cetera. En hier zijn ze dus geboren uiteindelijk om 18:38. En nu komt er een foto die ik nooit heb laten zien aan iemand. Het is ook best wel raar. Ik kan er ook gewoon niet naar kijken. Lief van je. Ja, ik laat die foto ook niet zien, want dat vind ik gewoon te ver gaan. Ja, we gaan het zo bij opa en oma brengen. Leuk, hè?
Als er baby's zo vroeg geboren worden, dan, dan worden ze opgevangen in een plastic zak. En dan ja, worden ze in een plastic zak gedaan, omdat ze dan hun lichaamswarmte niet zo snel verliezen. En de eerste foto's van Bobby en Charlie, die vind ik dus te intiem om te delen. Maar ja, dan liggen ze dus in een plastic zak met beademing. En dat is gewoon heel heftig. Ik blijf dat heel heftig vinden. Maar moest natuurlijk wel in hun fotoalbum. Maar goed, ik heb nu wel wat andere mooie foto's die ik nog kan laten zien. Zoals bijvoorbeeld deze. Dit was dezelfde avond en dit was mijn eerste foto met hun samen. En dit was de volgende dag. En dit was dus met Ed. En zoals je ziet heb ik bij alle foto's dus ook die teksten erbij geschreven. Omdat ik het dan ook goed kan herinneren. Oh ja, deze. Nou, kom maar. Ga jij het cadeau voor het raam leggen? Ja. Hier. Ga maar liggen, schat. Gaan we weer aankloppen. Oh, zal oma verrast zijn, hè? Nou, leg het maar neer. Hé, hey, kijk! Hallo! Hé, hey, oma! Hallo, hey, en oma. Hallo, en oma, je opa ook, ja. Wat zijn die cadeaus? We hebben een cadeau. Dat is leuk. Ja. Ja. Die voor opa en oma. Ja. Hoe is het? Oh, inderdaad, ja. Opa, hier is de spin. Ik wil nog kijken. Nou, dan gaan wij hier wachten. Kan je dat? Gaat dat? Okay. Nou, we hebben een cadeautje. Een cadeautje. Yes. Alvast voor moederdag, hè? Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Wauw. Wow. Ik heb er ook een. Ik ben er blij mee. Leuk, hè? Het eerste jaar van Bobby en Charlie. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, ga maar lekker binnen kijken, mam. Ja, dat was echt heel leuk. Het liefst had ik het haar gewoon echt persoonlijk gegeven en met haar door het boek gebladerd. Maar nou, het gaat gewoon nu even niet. In ieder geval was ze wel heel erg blij, dus dat maakte ze helemaal goed. Mocht jij het nou trouwens ook leuk vinden om een ja, leuk moederdag cadeautje te maken, dan heb ik 25% korting op alle themaboeken van Albelly. En die krijg je met de code NBFM25. Ik zal hem ook even hieronder linken. En dan zou je misschien ook wel een heel mooi cadeau aan iemand of in ieder geval aan je moeder voor moederdag kunnen geven. Op het eten. Zijn jullie er klaar voor? We gaan buiten eten. Deze dames krijgen spinazie, amandelmelk, banaan, mango en havermout. En ze hebben vanochtend al boterhammetje op, dus dan doe ik af en toe 's middags net even iets anders, anders eet ze alleen maar brood. Ik heb ondertussen even omgekleed, sportkleren aan. Nu even lekker buiten sporten. Het is al bezig. En ik ga nu meedoen. Ik ben inmiddels weer omgekleed, want Ramos en Ed die vinden het heel erg leuk om mij elke weekend te bekogelen met waterballonnen. Dus ook nu weer. Dus ik heb mezelf nu gewoon in dit chill, nou ja, gewoon lekker mijn spijkerbroek en deze gehezen. Gehezen is vrij overdreven, maar gewoon aangedaan. Nu ga ik koken en ik ga lekker een soort van gado-gado weer maken. Net als de vorige keer, vorige week dat ik liet zien. Of de week daarvoor al eigenlijk. En ja. Dan hoop ik dat ik een beetje op tijd klaar ben, want ik wil vanavond nog even een stuk gaan wandelen. Dat doe ik nu bijna elke avond, maar meestal neem ik mijn camera dus dan niet mee. En dan is dit hoe het eindresultaat is. Ramos en ik zijn weer op zoek naar de beertjes. Hè? Op berentocht met z'n tweeën. Superleuk! Het is dan niet zo ver wandelen als een uur, maar... Had je daar op de brommer pizza gezien? Oh, lekker schat. Lekker pizza. En ik heb twee mooie bloemetjes gekregen van mijn kind. Nou, dat is toch helemaal leuk, hè? Zo, ik zit op de bank. De beelden terug te kijken van deze week. En ze zijn best wel een beetje heftig. Best wel veel emoties, zeg maar, die alle kanten op gaan. Maar ja, oké. Okay. Dat is het gewoon.
Ik moet er wel zo toch gemakkelijk van lachen. Oké. Dankjewel voor het kijken. Laat even een reactie achter. En als je het leuk vindt, abonneer dan op ons kanaal. En duimpje omhoog. Doei. We zien jullie volgende week. Doei.